Hallo, welkom bij de flits over de granenmarkten. Waar vooral Amerikaanse tuinbouw moeite heeft om zich staande te houden. Dat komt doordat het internationaal te weinig concurrentiekracht heeft, maar ook doordat het gewas er door de recente regenval beter voor staat. Woensdag raakte de beurs van Chicago het laagste punt in 10 weken met $479,25 per bushel. Donderdag was de CBOT gesloten vanwege Thanksgiving en vandaag opent de beurs ook later. Op de Europese markten is de handel ook gering. De Matif sloot het decembercontract donderdag op €177 per ton. Je kunt dus wel zeggen dat er weinig beweging in de koers zit. In ieder geval al sinds het laatste dieptepunt op 17 november. Toen sloot de beurs van Parijs op €175,25. Wanneer de termijncontracten weer de weg naar boven vinden, lijkt nu vooral af te hangen van de valutamarkten. Voor de beste kans op verbetering moeten we dan toch naar de eerste maanden van 2016 kijken.